Ben je ready? Is dat een vraag? Dat is inderdaad een vraag. Ik wil graag antwoord. Je gaat het zien, man. Ready sowieso, weet je. Ik ben... hoe lang al in voorbereiding? 9 maanden. Partijen die niet doorgingen. Dus nu kan ik het eigenlijk recht zetten, toch? Ben je op snelheid? Ik ben op alles vandaag. Alles wat nodig is om een spectaculaire showtje weg te geven. Wat kunnen we daarvan verwachten dan? Je gaat gewoon weer een Tavares zien die zijn niveau behaalt. Maar niet alleen dat, die zijn niveau ook voorbij gaat. Elke wedstrijd word ik beter en vandaag ga ik het ook gewoon weer laten zien. En wat weet je van je tegenstander? Een beetje gestudeerd? Jazeker. Kijk, het is gewoon een goede tegenstander, lange jongen. Heeft een Muay Thai achtergrond. Trapt goed. Alleen daarentegen vind ik zijn dekking wat matig. Ja. En daar ga ik gewoon gebruik van maken. Kan je een beetje voorspelling geven? Want krijg je een matrix move of hoe, wat doen we? Doen we een high kick voor deze keertje? Want ik zie bijna nooit iemand ook trappen. Trappen, ja. Ga ik even trappen. Maar oké, dus jij wil ik ga trappen vandaag? Ik wil even een KO. Trap? Ja. Oké, dan gaan we die krijgen vandaag. Ja, simpel. Wil je de mind tussen zetten? Wat zeggen? Wil je de mind tussen zetten? Laat het maar aan de kijkers over, toch? Oké, bro, naast wie sta ik hier? Ik sta naast Billa Alawi, a.k.a. Jixman, bro. Wat voor vechter ben je? A, B, C? Ik ben een B-vechter, bro. Ik heb mijn 4e B gevochten. Eerste ronde KO, man, bro. Oké, voor welke gym kom je uit? Ik kom voor Jim Alkmaar, man. Oké, eerste ronde KO. Wie was je tegenstander? Mijn tegenstander was Goman uit Hongarije. Sterke tegenstander, ietsje langer dan mij. Maar hij had geantwoord op mij gelijk eerste ronde geklaard, man. Oké, dus eerste ronde klaar. Ja, man. Hoe? Een beetje aftasten, eerste ronde, bro, was de plan. Uiteindelijk kwam ik met die afhouwer. Links, rechts eroverheen. Rechts zat erop. Ging hier neer. Tweede KO was knie op hoofd, man, bro. Okay. Gelijk liggen, man. Netjes. Ja, man. Was dus een hooggaan? Ja, man, hooggaan. Ja, dus niet van deze. Nee, man, nee. Oké, maar van uit hier. Wie wil je hebben? Wie ik wil hebben is Damian Delgado, man. Damian Delgado, man, uit Den Haag, man. Ik wacht op hem. Tel me. Ja, man, ik ben 2 keer tegen hem gematcht. Eerste keer is niet doorgegaan, tweede keer is niet doorgegaan. Maar ik wil de 3e keer ook pakken, man. Ik wacht op hem, man. En je zegt het is niet doorgegaan en niet doorgegaan. Hoezo is het Dreebaan niet doorgegaan? Kwam van jouw kant, andere kant? De eerste kwam van mijn kant, ik had de blessure. Kwam van mijn kant. Tweede is niet doorgegaan wegens privéomstandigheden. Maar hij staat op mijn lijstje, man. Nummer 1, man. Ik wacht op hem, man. Oké. Okay. En wat ga je doen als je wat gemist met die man? Kijk in de camera. Wat ik ga doen met die man, ik zeg jullie eerlijk. Ik ga niks zeggen, maar jullie zien het die dag, man. Dat is het enigste. Hey, hallo. Je staat voor de camera, je moet wat zeggen. Ik zeg je eerlijk, hij gaat de eerste ronde niet halen, man. Je kan het heel gaan vertellen, man. Ja, maar je hoort het, want het is de buurt, man. 072, man. Oké. Ja, represent je social media, alles wat je wil, bro. Billa Jixx op Insta met 2 X'en, man. Alkmaar over, dit is de buurt, man. Je weet het, man. Boos, B, Ali, iedereen, man. Dit is de buurt, man. Boos, bro. Boos, man. Boos. Yo, zet hier. 100. Naast wie sta ik hier? Je staat naast de enige echte Younes Meili, man. Ja, en vertel me, bro, hoe voel je je nu vandaag? Ik voel me goed, ik voel me top, man. Ik voel me fit, we hebben hard getraind. Het is een lange tijd geleden dat ik de ring in ben gestapt. We mogen vandaag weer, dus we zijn gedreven en gemotiveerder dan ooit, man. En wie is je tegenstander? Dat is Conan Seyellens, als ik het goed zeg. Conan is een Belg. That's it, ik stond eerst tegen Engin Kutuk. Maar wegens... Wegens wat? Blessures. Heeft hij afgezegd. Okay. Ben je goed voorbereid? Ik ben goed voorbereid, ja, man. Het is een tijdje geleden dat je de ringen bent geweest? Klopt. Het is nu bijna 3 jaar geleden. Eindhoven, laatste keer. Ja, Jezus. Ja, corona, een beetje blessures, corona. Maar we zijn terug en dat gaan we vandaag laten zien, inshallah. En wat ga je ons laten zien? Een hele mooie pot, man. Wat jullie van mij gewend zijn, spektakel, vuurwerk, knallen als een malle. Oké, dan heb ik nog even een vraagje, bro. Want buiten om dit allemaal, weet je, we hebben ook een aflevering gehad met de Vos. Vos. Mm-hmm. Hij keek naar jou op. Mm-hmm. Hij zei, ik wil die man graag hebben. Okay. Tegenover hem staan. Wat is jouw antwoord erop?
Let's make it happen, man. Laten we het doen, man. Laten we het regelen. Kijk welke promotor die partij graag op zijn kaart wil hebben. Ik sta open voor alles. Zolang bagage betaald wordt, maak ik niet uit wie ze brengen. Van Superbond tot Brandon Vos. Oké. Okay. Ja. En nog één heel korte vraag, bro. Want ik... waar zit je nou eigenlijk? Glory, Infusion, geen van de twee? Of? Ik zit bij Infusion. Ik zit op dit moment bij Infusion onder de management van Edwin van Os. Sinds wanneer? Sinds nu anderhalf jaar, twee jaar geleden. Oké. Maar omdat je heel lang niet hebt gevochten. Corona, dat is een beetje... Ik snap waardoor het verwaterd is. Ja, man. Nee, goed. Bro, wij hadden al getakkied voor een aflevering. Ja, dus die gaat ook zeker komen. Dat is beloofd. Goed. En succes zie je dadelijk weer. Dankjewel. Wat vond je ervan? Persoonlijk? Ik had wat meer heikikjes verwacht, gekke trucjes, zoals ik gewend ben van jou. Begrijp ik. En dat heb ik helaas niet gezien. Dat vond ik een beetje jammer. Yes. Maar jij hebt gewonnen. Wat vond je zelf van? Wat ik er zelf van vond? We hebben gedaan wat we moesten doen. We zijn met de winst ervan doorgegaan natuurlijk. Mm-hmm. Buiten dat om. Ik heb een tijdje niet gevochten. Eerste keer na zo'n lange tijd. Dus normaal dat het wat stroever loopt. Maar dat gaan we zo snel mogelijk eruit krijgen. Dus eerst volgende keer krijg je een andere Younes te zien. Ja, wat ik wel apart vond, ik keek in de kaart. Yes. Is dat helemaal tegen iemand anders gepland? Ja, klopt. Hoezo? Ik kreeg ruim anderhalf week van tevoren te horen dat Engin Kutuk is uitgevallen wegens zijn blessure. Mm-hmm. Beetje vaag en raar, maar goed. Conan heeft het. Kreeg een belletje, die stond klaar. Die wou de partij aannemen. Dikke petje af voor dat. Dus sowieso een dikke shout-out naar Conan, man. Dankjewel. Ja, maar, en hoe is het dan als je... Hè, je bereidt je voor op een andere tegenstander opeens. Een week van tevoren krijg je iemand anders. Wat doet het geestelijk met jou? Of mentaal, geestelijk? Moet je weer je training erop aanpassen? Nee, joh. Niet veel. Je bent een vechter. Het is gewoon schakelen. Je moet gewoon direct weten te schakelen samen met je trainers, met je team. Dat is wat we hebben gedaan. Dus dat was niet echt een groot probleem, man. Jij hebt ons beloofd in de ring, de volgende tegenstander die krijgt het te verduren. Sowieso, 100%. De volgende tegenstander, kies maar, wie wordt het? Maakt mij niet uit, man. Je mag gewoon kiezen. Ik sta op dit moment hoger dan iedereen in de ranking, dus iedereen mag mij kiezen. Dankjewel. Heel mooi verteld. Ja, thanks. We zien jou binnenkort. Ja, man, is cool, bro. Yo, oes.